Ja? Ja. Hey, hoe heb jij afgelopen jaar ervaren? Ja. Je zit eigenlijk een beetje in het oog van de storm, want je praat met klimaatwetenschappers die je vertellen van... We're living in a warmer world, we're living in a melting world, sea levels are rising. En dan daarna ga je eigenlijk die zaal uit en je gewoon een mars gaat lopen met z'n allen. The world is waking up and change is coming. Een van de mooiste momenten, en dat was ook een van de eerste momenten, was in Polen ook, tijdens de klimaattop. En toen mocht ik op het podium een speech vertalen van een jongetje van 7. Szanowni przedstawiciele ONZ, już w przedszkolu uczono nas, czym jest ekologia i jak działania ekologiczne są ważne dla naszej małej społeczności, ale przede wszystkim dla całej planety. En ik vond hem zo ontzettend dapper. Het was niet zo'n wereldspeech die je heel vaak op die conferenties hoort van goh, voor onze kinderen en kleinkinderen. Hij vroeg echt van, jongens, alsjeblieft, doe er iets aan, want ik weet niet wat ik ermee aan moet. Zarówno ja, jak i moi rodzice staramy się dbać o środowisko. Segregujemy śmieci, oszczędzamy prąd i wodę. Wybieramy zdrową żywność. Niestety nasze działania niewiele zmienią, jeśli wy nie dacie przykładu z góry. Nasza planeta. Ja, toen was ik echt niet zo. Nee. Ja, ik ben hier in Maastricht opgegroeid. En ik heb 3 jaar op het United World College gezeten. De wereld was gewoon heel klein. Gewoon heel erg beschermd en me niet bewust van wat er daar buiten allemaal zich afspeelde. Nou, welkom in Bressel. MTV Cribs, dit is mijn dorp waar ik ben opgegroeid. Iets minder dan 6000 mensen, maar we hebben wel 13 kroegen. Dat zegt ook wel wat. Ik vond in Maastricht opgegroeien heel erg leuk. En ik heb 3 jaar op het United World College gezeten. Ik woonde eigenlijk aan de andere kant van de stad. Ik pakte gewoon de fiets 's ochtends. Maastricht is niet zo heel groot. Hallo. Yes, you too. How are you? Good. Nice to be back here. Oh, yeah. Leuk dat ik jou hier zie. Ja. He was always really attentive, but more on the quiet side of things. But you always knew that she was listening and then she would get to you with questions. While some people sort of, you know, would right away ask you questions, not really letting you finish. She would let you finish, think about it, and then come back with very like constructive and critical questions. So a very thoughtful student. No, but it's true. I can. Ik heb van de basisschool af aan al gesoftbald tot met ik jongerenvertegenwoordiger werd. Dus dat is echt sinds vorig jaar dat ik ermee gestopt ben. Ik dacht dat het kwalificatie voor het EK, NK iets was. Volgens mij is het heel erg gezellig. Ja, het is echt ontzettend leuk om weer terug te zijn. Ja, je hebt echt het gevoel dat je een aantal jaar heel intensief met elkaar optrekt en dat je naar eenzelfde doel toe werkt. Ik was just super, super impressed with how you set up the conference and this, like the closing ceremony to me was so amazing. Want de school heeft ook als heeft een missie waar iedereen aan bijdraagt en die missie is om voor een duurzamere, vredigere wereld te zorgen. And if I can help in any way with contacts or anything coming time, please let me know. Vaak is het als ik terug in Bogessel ben, dat het, dan is het echt gewoon met vrienden en met familie. Is ook wel nodig. Als je met zulke grote vraagstukken bezig bent, die ook eigenlijk 24/7 je leven bepalen toch wel, en de keuzes die je maakt, dat je dan gewoon eventjes kan landen, zeg maar. Yeah. Ja. Oeh, wanneer had ik het gevoel, dit wordt echt groots. Ik zag al filmpjes op het internet van stakingen, voordat ik jongerenvertegenwoordiger werd. Je hoopt dat er zoveel mensen komen, maar je verwacht het toch eigenlijk ergens niet. Vooral in die beginnende fase was het nog heel erg, oké, ja, ik ga, want ik vind het belangrijk. Ik hoop dat er ook anderen gaan. En in één keer sta je daar gewoon met duizenden mensen en het werd steeds meer. En dan zie je die video's van dat er wereldwijd in steden, dat er in één keer 500.000 mensen de straat op gaan, 1,5 miljoen mensen de straat op gaan, 6 miljoen, 4 miljoen mensen de straat op gaan. Volgens mij is er nog nooit zo'n grote massale beweging wereldwijd geweest, die ook zo goed georganiseerd zijn. Dus we zijn gewoon met z'n allen geschiedenis aan het schrijven. Wanneer maak je dat nou mee, zeg maar? Ik studeer rechten in Leiden.
Ik maak nu mijn bachelor af en dat is ook, ik vind dat gewoon ontzettend interessant. Dus ik wil ook als jonge vertegenwoordiger, wil ik me ook inzetten voor klimaatrechtvaardigheid. Ja, dus ik mag nu 2 jaar mag ik als jonge vertegenwoordiger het hele land doorreizen. En in die rol mocht ik dus ook mee naar de VN-klimaatconferentie. 1,5 jaar geleden heb ik de Camino Frances gelopen. Ik ben gestart in de Pyreneeën en dan loop je 800 kilometer in het noorden van Spanje eigenlijk, van rechts naar links, helemaal dicht bij de kust, tot Santiago de Compostela. Al die mensen, al die landen, die komen daar bijeen. Er wordt steeds tijdens de onderhandelingen ook landen refereerden aan de jongeren die buiten stonden te protesteren. Over de hele wereld. Ik heb nu in principe alle spullen wel in huis voor als ik wil gaan hiken. Dus dan kijk je gewoon even op. Oké, wat voor weer is het? Wandelschoenen aan, wandelbroek, vlies mee, rugzak, iets zodat ik in ieder geval een paar uur weg kan blijven, weet je wel, eten, drinken. Maar ik zoek gewoon met mijn gear, mijn spullen bij elkaar en ik doe mijn rugzak op en ik ga. Ja, dus als jongere vertegenwoordiger wil ik me kunnen bewegen tussen wat er op VN-niveau gebeurt en wat er op lokaal niveau gebeurt. Ik zou ervoor willen zorgen dat mensen het idee hebben dat de VN niet ver weg lijkt, maar dat je het gevoel hebt wat er daar besproken wordt, daar heb ik ook invloed op. Als ik 1 ding zou moeten noemen die op dit moment heel erg belangrijk is, voor mij als jongere vertegenwoordiger, dan is het echt wel het mentale gezondheidsaspect die ook bij klimaatverandering komt kijken. Het gevoel van hopeloosheid en god, hoe gaan we dit oplossen? Hoe kan het ooit nog weer beter eruit gaan zien dan dat het nu is, zeg maar? Oké, hier moet ik iets mee. Maar ik merkte ook heel snel dat daar nog niet echt ruimte voor was. Dat daar nog niet echt over gepraat was. Maar om dat naar een groot podium te tillen, was voor mij wel echt super spannend. En toen dacht ik ga het gewoon doen, want ik heb nu deze rol gekregen. Op de kop heeft minister Kaag toegezegd dat er een jongerenstrategie gaat komen voor de klimaatplannen die alle landen moeten indienen. Als al die landen die bij dat partnerschap zitten, van dus de helft van de landen die bij de VN zitten, zijn aangesloten, een jongerenstrategie gaan schrijven, betekent dat jongeren in al die landen inspraak hebben in de plannen. Het is niet alleen dat we met haar spreken en zeggen dit hebben wij gehoord, maar het is ook dat je bedenkt van hoe kun je dan een project opzetten waarin die twee werelden samenkomen. En dat dat het ons echt veel doet en we spreken dat ook uit, vind ik echt een van de krachten van onze generatie. Je gevoel uitspreken, daar moet je veel sterker voor in je schoenen staan dan je achter een muur verbergen.